Dag geurgenoten. Zoals jullie zien ben ik bij Lisbeth van The Scent Company. Daar ben ik op bezoek vandaag. We gaan een soort marathon maken met video's. Ik heb wat video's op voorraad, hè. Dat weten jullie inmiddels wel. Dit is dus Lisbeth. En Lisbeth kan zo leuk vertellen over geuren. Ik weet eerlijk gezegd niet wat we gaan bespreken. Want dat vind ik het leukst. Dan is het onvoorbereid. Dus, beetje voorbereid, want ik dacht de zomer. Hè? We hebben een prachtige dag vandaag. Ja. Wij zitten binnen, helaas. Ja. Maar goed, we maken er wel iets moois van. Ik vind je oorbellen zo leuk. Ik dacht ook, het meukje ook een beetje zomers. Dus we hebben lekker een aantal zomergeuren. Die op dit moment natuurlijk hartstikke lekker zijn. En later doen we nog een paar andere dingen, maar dat... Spannend! Splitsen we op. Ja? We hebben er zin in. Goed zo. Beginnen we met een paar mooie zomergeuren. Altijd iets nieuws vragen mensen. Hè? Denk ik aan, ja, wat is er nieuw? Ja. Er is veel. Maar we beginnen vandaag met Noli 1942. En met de geur Il Sentiero di Dei. Dan denk je, wat een moeilijke naam. Maar dat is het, het pad der goden, moet ik zeggen. Dat is de laatste nieuwe, hè? Ja. Van dit merk. En dat is een hele mooie wandeling in Italië. Een van de mooiste ergens. Dat is aan de kust van Amalfi. Dus een beetje zo onder Napels. Dus dat is best ver in het zuiden. En je loopt daar en dan kijk je uit op het eiland Capri. En dan heb je de bergen aan de achterkant en de zee aan de voorkant. En dat is dus echt... En dan, ik doe altijd graag mijn ogen dicht, dan een droom daar weg. Ja. Ik zie dat voor me. En je ruikt het. Heel mooi, ja, je ruikt het. Het is echt wel citrus, ja, daar opent het natuurlijk wel mee. Ja, maar je ruikt wel meer dan citrus. Ja, er komen nog wel wat mooie. Je ruikt echt natuur, vind ik. Je ruikt Italië. Ja. Italië, als je daar rondrijdt. Mooi, een beetje hout. Ja, dat krijg je natuurlijk iets later in dry down. Frisheid, heel lekker. Zij hebben... meerdere Italiaanse en zomergeuren, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. Mooi, hè? Ik vind de dop ook zo geweldig. Ik vind het sowieso ik vind een het heel zo mooi leuk weer. Dat zij hun eigen flacon hebben, hè, met hun logo erin. Ja, dat is absoluut waar. Ze hebben ook, en dat is al een oudere, dit is de nieuwste, dit is een van de eerste, dat is Vespri Esperidati. Ja. En de Vespri Esperidati is echt een Italiaanse zomergeur, omdat het alleen maar citrus is. Ja. Dat is zowel in de top, in het midden, en het blijft ook citrus. Ja. Dus er gebeurt wel van alles, er zit wel meer in dan dat. Het is wel een samengestelde geur. Ja. Maar Italiaanser kan je het bijna niet krijgen, denk ik dan. Ja, klopt. Dat vinden de mensen in het noorden, Nederland en hoger, best een beetje moeilijk. Ja, klopt. Maar... ze hebben daar natuurlijk wel wat op verzonnen. Ik laat hem hier nog even ruiken. Hier. Lekker deze. Citrus, citrus. Heel schoon ruikt die nieuwe geur. Die eerste, hè? Die, ik heb het niet over... Il Sentiero. Ja. Oh, lekker. Ook. Ja, het is echt wel citrus. Maar ik laat het je wel even... Ik pak even dit erbij. Heerlijk. Heerlijk. Echt zomer. Die verpakking geeft het dan eigenlijk ook een beetje aan. Dit is de echte Vespri. Echt groen. Dan heb je ook die citrus open, maar later wat houten en ik vind het wat bloemig wordt, dat is de Aromatico. Ja. En je hebt er eentje die heet Vespri Orientale. Ja. Dus die hebben we misschien wel eens een keer over gehad, maar dat is even om het verschillende nuance aan te geven. Leuk. Dat is, dus dan kan je zeggen, nee, doe mij niet echt zo'n heel citrus. Ja, maar soms goed, is het lekker. We willen het over de zomer hebben. Als je gaat sporten of naar je werk. Hey, je moet wel nadenken over de geuren die je opdoet, vind ik. Niks moet, maar het is wel slim. Het is leuk. Ja. Dat zijn de leuke dingen. Je denkt ook aan dat jurk. Dat oorbellen doe ik in. Precies, kijk. Laat ze even zien. Kijk. Fantastisch. Het is helemaal zomer, hè? Oh man, ze zijn zo leuk. Ben ik wel een beetje jaloers op, hoor. Maar wel vaak. Dus dat zijn echt de citrus. Ja. En dan heeft dat ook een beetje. Die limoen heeft ook een klein beetje een zoetje ook in, hè? Ja. Kijk jongens. Kijk. Ik spiek natuurlijk. Super. Spieken is niet erg. Spieken mag. Nee. Want in het midden zit inderdaad wel het patchouli en de sandal. Maar dat is niet zo verheersend, hoor.
Nee. Maar dat maakt het wel stiekem... Mooi, wat... echt een beetje zilter. Ja, een beetje wat anders. Zon, ja. Zee en strand. Ja, dat zijn inderdaad al de marinenoten die erin zitten. Mooi. Ja. Heel mooi. Echt heerlijk. Deze geuren zijn trouwens voor jong en oud, man, vrouw, jonge meisje, maakt niks uit. Dus het is niet unisex, vind ik een raar woord, want geur heeft geen geslacht. Oh, we gaan nu genderneutraal denken. Ja, nee. De tijden zijn toch geweest, jongens. Van... Ja, daar letten wij niet op. Je moet doen wat je leuk vindt, wat je lekker vindt. Als je rode wijn drinkt en dat mannen dat alleen maar kunnen doen of zoiets. Ja, vrouwen witte wijn moeten drinken. Oh ja. Ja. Ja, dat is inderdaad helemaal goed vergelijkbaar. Wij gaan het niet hebben over mannen en vrouwen. Nee, wij hebben het nu over Officina della Sans. Want die heeft ook een mooie zomergeur. En dat is Osmarien. Ja. En Osmarien is deze. Ik denk dat jullie het al in de naam een beetje horen. Dat is zo'n mooi merk, jongens. Is leuk, hè? Ja. Uit Rome, Maurizio. Zo mooi merk. Even laten zien. Hij is zo'n gepassioneerde man ook. Die echt met veel liefde aan zijn merk ook werkt. En dat is ook zo leuk. En ze zijn heel betaalbaar. Ja. Want het hoeft niet altijd duur. Je hoeft niet altijd heel duur... ingewikkeld te doen, zeggen wij. Hij heeft ook een eenvoudig flacon. Ja. Een eenvoudige, mooie verpakking. Weet je, en dat is... Ze zijn goed. Ja. Oh, heerlijk. Lekker fris. Ja, Gewoon lekker fris. Daar heb je toch soms zo'n zin in. Echt wel zo'n zomerbreeze. Ja. Een beetje echt ook wel aan zee, hè? Een stapje uit die winterblues en dan kom je in de zomer terecht. Hoe fijn is dat? De zon schijnt gewoon door die geuren heen, jongens. Door de fles heen. Ja. Hoe heet het dan? Kijk, ik krijg kippenvel. Au, goed zo. Goed, we hebben weer een kippenvel. Ja, we hebben weer een kippenvel. Dan heb ik er... We houden een beetje tempo erin, had ik van tevoren gezegd. Ja. Maar ik laat je ook nog graag drie toch wel wat complexere geuren ruiken. Okay. Net als de anderen zijn samengesteld, maar deze gaan nog toch even een stapje verder. Ja. Ik zeg ook altijd iedere keer, je hebt de iets makkelijker, toegankelijkere wijnen en je hebt de moeilijke. Ja. We hadden gisteren eentje, die was behoorlijk pittig. Ja? Ja. Op een proeverij, dat je dan dat die man vertelt, ik moet het verhaal vertellen, want anders... Weet je, dan drink je niet goed. Maar en dat, met dat is met geur. Ik vergelijk het echt heel vaak. Er komt een helikopter of een vliegtuig. Ik weet niet wat het is. Amsterdam is never a dull moment. Amaroet. De White Hinoki heb ik gepakt. Ja. En Hinoki, dat is een Japanse dennensoort. Daar gebruiken ze het hout voor het bouwen van tempels en... Dus dat wordt hierin gebruikt. Ja, die is verrukkelijk. Ik verkoop hem natuurlijk zelf, dus ik ken hem, maar hij is verrukkelijk. En je vindt het leuk dat ik nu ga de fles laten zien. Ik ga jullie eventjes de fles laten zien. De flacon, dat klinkt mooi, hè? Want deze is prachtig. Deze, ja, goed. Ik vind hem. Oh, als hij gemmer nog ruikt. Gemmertje. Een beetje bloedsinaasappel, zeggen zij. Ik weet niet precies of ik dat... Nee, dat is wel zo'n beetje zacht zoetje natuurlijk. Heel mooi dit. Beetje, heel stil van. Een pepertje. Ja, maar dit is ook wel spannend. Mm-hmm. Dus spannend, terwijl het toch ook gewoon heel goed bij de zomer past. Ja. Heel erg lekker. Echt. Maar vol, hè? Ja. Vol. Ja. Deze zit echt wel ook op de huid. Beetje dat tabak is... zit erin. Ja. Maar niet tabak voor Nee, heel veel mensen denken tabak voor oude mannen. Nee, maar je hebt de bloem, hè? De bloem van de tabak. Kan je natuurlijk of tabak. Of, heel zit er echt erg wel fijn. Labdanum. Ja, er zitten mooie dingen in deze geur, hoor. Echt. Jongens, onthouden. White Hinoki. Erg mooi. En dan laat ik je nog een pareltje zien. Een paradepaard. Simimi. Ja. Ik ga hem dichterbij houden. Memoir Dana. En dat is wel ook een hele leuk. De hele collectie van Simimi is geïnspireerd door sterke vrouwen. Simimi is een tengere jonge meid, maar weet wel hoe het moet. Ja. En Memoir Dana is geïnspireerd op
Anna Davis, West Virginia, Amerika. Zij eert haar moeder door Moederdag, was het idee van haar moeder, om Moederdag te introduceren in 1907. Nou, hoe leuk is dat om te weten. Dus echt zo'n mooie, dat, ja, wil je jezelf, ben je moeder of niet, of wil je een mooi, heel mooi cadeau. Ja, ja, prachtig. Ja, het is zo mooi. Heel mooi merk. Je ruikt die luxe. Je ruikt. Maar dat was, het leuke is ook, hij opent met een beetje een groen appeltje. Je ruikt een beetje meloen. Ja. En dat ruik je ook. Nog wat. Want, en dat, is, dat groeit volop in West Virginia. Beetje amandel. Viooltjes, amandel. Ik zit aan appel te denken. Ja, ja, viooltjes. Ja. Nee, viooltje. Een beetje jasmijn. Ja. Want het is een beetje fruity floral is dit, ja. Vind ik. Ja. Nee. Dus een beetje, als je niet heel erg houdt, niet into de fruitgeuren bent en niet into de bloemengeuren, dan is dit geweldig, want het is een mooi fris. Ik laat nog heel even het dopje zien. Ja, mooi, hè? Daar zit een bloemetje op en dat is de Stellaria holostea. Het lijkt een beetje inderdaad op een ster, dat bloemetje. Ja. En ook dat zit erin als ingrediënt. Lekker. En dat is wel een beetje haar handelsmerk, want dat heeft ze in alle vrienden. Ja, ja, ja. Een lief bloemetje. Je ziet het ook wel in het wild. Mooi groeien. Hoor. Ja. Oh, ik ga er eens op letten. Ja. Ja, leuk. Ja, heel fris. Nou, we gaan niet alle noten benoemen, want dan vallen jullie in slaap. Dus daar heb je een beetje richtlijn geven van wat zit erin. Maar om nou alles op te dreunen, dat kun je ze opzoeken op het internet. Maar dit is wel heel mooi. Ja. Extract, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, dit zijn extracten. Ja. Dus het is geen eau de toilet, geen eau de parfum, maar extract. Ja, extract. Heel mooi, heel mooi. Ja. En datzelfde geldt voor, dat is de laatste dan in deze serie. Kan altijd doorgaan, maar we houden het een beetje beknopt. Ja. Dat is Antonia Alessandria en dat is Vara. Sicilië, ook zomerse kan je krijgen op het heetste van de dag, want dat betekent Vara in Catania, dus het dialect van daar. Het heetste moment van de dag. Dan zijn de mannen daar op spurt naar de kioskie die je op alle pleinen vindt om hun limonade te drinken. Dus ontbloot bovenlijf, warm, een beetje zweet en dan gulzig drinken. Zij doe je ogen dicht en zie ze redden. En drinken dan die limonade met dat beetje zout erin het zout van hun lijf, maar citrus, dat je citroen. Ja, citroen. En dat loopt dan langs hun mond zo en dan krijg je dus die mix van de geur. Ik kan me iets bij voorstellen. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Sowieso, bij alles wat Italiaans is, daar heb ik gewoon een zwak voor. Terwijl ik half Grieks ben, maar dat geeft niet. Maar dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Een beetje. Oh ja, 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 ja. Je ruikt zo'n kleine sprankeltje. Jullie zouden dit moeten ruiken. Geweldig dit, hè? Ja, maar dit is hij. Hij heeft inmiddels een kleine collectie van 7 geuren door al die jaren heen gecreëerd. En die zijn echt bijzonder. Die zijn heel bijzonder, want je ruikt al heel snel dat je in allerlei verschillende laagjes terechtkomt. Want ik ruik net rook ik even uit mijn hoofd, want ik weet de noten niet uit mijn hoofd. Een beetje wierokerig, een beetje. Spanning, dat een beetje iets viezigs, iets van komijn of zo. Dat zou wel kunnen om dat misschien dat lijf weer te geven, te vangen. Het is wel stout. Het is wel fris stout. Ja, ja. Fris, maar stout. Ik ben blij dat jij altijd wel mooie namen kan bedenken. Ja, ik vind het stout. Denken. Het is wel echt die ontblote bovenlijf. Ik hou niet zo van ontblote bovenlijf. Nou, als een mooi man. Ja, oké. Maar soms zie je het tijdens het eten. Dat mensen tijdens het eten. Nee. Zo bedoel je dat. Of in de supermarkt. Weet je wel, toeristen met zo'n Nee, niet doen. Daar hebben we niet over. Nee, dat doen we niet. Maar dit bedoelen wij met mooi, charismatisch, fris, stout, vind ik hem. Ja. Wat vind jij? Ik ook. Nee, ik wou zeggen, dit was in een korte versie toch een paar mooie, spannende, denk ik. Super.
zomergeuren die ik met plezier voor jullie gekozen heb. Nou, ik vind het, ik vind het echt heel goed gekozen. Ik vind het een hele mooie geur. Het is natuurlijk moeilijk, want we hebben zoveel geuren die bij de zomer passen. Ik heb nog, maar dat doen we misschien in een volgend filmpje, Campus de Ibiza. Ja, want dat is nu ook echt wel de tijd. Ja, absoluut. Want wie denkt er met de zomer, misschien niet naast Italië, even een lang weekendje of een klein weekje Ibiza. Ja. Doen we die in de volgende uitzending? Ja, doen we. Oké, doen we. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Leuk dat jullie het met ons hebben volgehouden. Dat je tot het eind keek, als dat zo is. En vergeet je niet te abonneren. Hieronder zit een abonneerknop, want er zijn ook regelmatig giveaways. Dus binnenkort weer. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dag. Dag.